het stapbewijs te krijgen voor deze serie wedstrijden, waaronder dus de ascens 5 kilometer. Start van de wedstrijd is om 7 uur en dan natuurlijk ook een mooie prijsuitreiking. Toen gewonnen door Wilfred van Holst, 15 minuten en 50 seconden. Van Erik Leusink onder andere, een van de categorie mannen. Je bent in het crossseizoen goed bezig. Zeker ja. Pak een mooie overwinning in onder 5 kilometer. Ja, dat is thuis. Je wint in Emmen, hoe is het in Harden? Ik hoop dat voor de winst. Voor de winst of voor de winst? We krijgen ook tegenwind. Goed winst doen, maar de vorm is akkoord. Ja, ik hoop niet dat mijn hamstring doet. Nou, we gaan het toch wel doen, maar je hoopt maar dat je heel blijft. Ja, precies, maar dat is goed. 5 kilometer, het is een prachtige wedstrijd. Het is even nog even op de vingers blazen. Max natuurlijk, die mooie start op 5000 meter. Morgen, meneer Jansen, mooi deel in het veld. Ja, heel mooi deel in het veld. Mooi weer om te lopen. En het is een echt evenement van Hardenberg geworden. En echt een klassieker. Ja, niet meer weg te denken, het kan alleen maar groeien. Let's go. Mooi. Dan gaat hij beginnen. Een mooie 5 kilometer. En weg zijn ze. Kijk vanaf pole position. Nick Marsman en ook Paul Giesma en Ine Gossen ook natuurlijk snel naar voren. Wensen jullie veel succes. Sling in je hand op als je kleur bent. Ik wil even een handteam. Zijn we veel met iedereen? Voor één de hand. Er zijn er meer die vandaag in de heel goed. Je loopt lekker vandaag mee in deze schitterende hardloopklassieker. Deze 5 kilometer in Hardenberg. Je hebt misschien de lekker voorbereid in die ultieme uitdaging van Sport 88. En nu dan mag je los voor hier. Meter door Sport Hardenberg op weg naar de Bergentijn op de Markta. Gaan we jullie zien, gaan we jullie begroeten. Maak er iets moois van. Mooie ronde door Hardenberg. Nou, het zijn los. Ik heb er bewust. City Run, dat is Engels. Hier in Hardenberg, wij zijn de Moskou Vrieten. We komen hier uit het buurdorpje Bergentijn, oftewel Barntem. Wij zijn een grapje van de voetbalvereniging VV Bergentijn. En dit zijn de mensen die meestal aan de lijn staan. En vandaar ook dat ze goed kunnen zingen. En dat willen we ook hier vanavond doen voor u allemaal. En natuurlijk voor de lopers. We hopen dus dat u geniet van onze keuze van liedjes. Waterkant. En zo gaan we verder met oude bekenden. 35. Gromland. 35. Ja, mooi. straks. De hardloopsport. Ja, kijk eens, er wordt druk gezwaaid, want je gaat naar de finishlijn tenslotte. Eigenlijk prima hardloop weer. Het is een beetje kil langs de kanten. Zit hier ons, we hebben er een. Ja, Robin. Hey Jan. Hoi. Ja. De fluit klinkt van Herman Muller als de winnaar weer gaat naar de startlijn. Danny Koppelman van de 2016 hier de 5 kilometer. En weg zijn Martin Popers, Erik Driessen en natuurlijk ook Danny Koppelman en al die andere toppers op weg voor 10 kilometer. Als je voor bent, steek je hand eens op als je voor bent vandaag. Ik zie al een handen omhoog gaan. Ja, heel goed. Heel goed. 10 kilometer door de Mc Donalds 10 kilometer zijn vertrokken. rechts. Ik zeg 10 juni, hè? Ja, zeker. Zwolse Halve Marathon. Hanneke Koenjer, winnares hier van de Vechtstede Notaris en Halve Marathon. Even een applaus voor Jacqueline, Henrike en Hanneke. Fotografen, doe je werk. Even glimlachen, dames. Mooie foto's maken van deze drie kanjes op de Vechtstede Notaris en Halve Marathon. Gaan we snel door naar de dames Masters en dan naar de mannen. Masters. Ja, vrouwen bedoel ik ook hoor, vrouwenmasters. Iwan, als je even deze kant uitkomt, was het nog wat, die 60 op Texel? Misschien wel, maar ik ben er niet geweest dus... Oh, dat dacht ik eigenlijk al, want ik zag je wel bij de favorieten staan, maar niet gelopen. Ja, nee, ik heb niet gelopen, nee. Dus het was vanavond echt topvorm? Na de eerste 10 kilometer moest ik echt ploeteren. Maar daarna, bij de 10, 11 kilometer was het... Ik denk fantastisch. Toen was het er ineens, hè? Heel goed. Dames en heren, we gaan naar het podium. Op een derde plaats uit Hardenberg. Nieuw persoonlijk record. Jan Pullen. Oh, dat kan harder, hè? Jan Pullen. Oké. Dan de nummer 2, ook uit de diepe Groningen. Edwin Slijkhuis. Prachtige tijd. 1 uur, 10 minuten en 56 seconden. In het midden, de allersnelste aller tijden hier, Iwan Kamminga! Even een mooi applaus voor deze drie geweldenaren. Jan Pullen, Edwin Slijkhuis, Iwan Kamminga. Even mooi bij elkaar staan, maar dan maken er een mooie foto van. Voor de drie snelste atleten bij de Vechtstede Notaris en Halve Marathon. Jan Pullen, Edwin Slijkhuis en Iwan Kamminga. Bijgenaamd Iwan de Verschrikkelijke. Goed zo. Moerabit Zadik, de nummer 3 van vandaag. Bij de mannenmasters. Op een tweede plaats Penny Tunkerkampen. Hij was hier al vaak te gast. Vandaag is hij de winnaar bij de mannenmasters. Said Kanfawi. Even een applaus voor Moramit, Benny en Said. De beste drie bij de mannenmasters categorie. Parcours en zo. Goed zo. Derde plaats gaat naar Brugteveld. Roelof Hutten. Tweede plaats gaat naar Johan Hulzebos, wel bekend in Hardenberg. En dan de winnaar uit het Friese Waskemeer, Corton. Even een applaus voor deze drie mannen. Roelof Hutten, Johan Hulzebos en Corton. De beste drie bij de mannen 50 categorie. Heren, hartelijk dank. Ik noem nog even de namen. Beginnen we zo met de damescategorie. Edith Stiepel, Manon Herbert en Anita Heimers krijgen we. Dan krijgen we Yvonne Meijer, we krijgen ook Aafke Willemsen en Wil Inge Hulzebos. Die willen we graag hier alvast naartoe. Kom maar, Manon Herbert en Anita Rijmerts in het midden. Edith, als jij daar wil gaan staan, dan gaan we aan de andere kant zetten voor de tweede plaats Manon. En aan die kant Anita Rijmerts. Dan gaan we mooi huldigen, het is een mooi podium zo hè. Zo doen we dat in Hardenberg. Op een derde plaats uit Zwolle, Anita Rijmerts. 10 kilometer, goed gedaan. En daar gaat de derde plaats dus heen. Mooie envelop met inhoud voor Anita Rijmerts, PEC. Op een tweede plaats, wel bekend. Tegenwoordig gewoon achter in Apeldoorn, Manon Herbert. Dan de winnares uit Nijenhuis, Edith Stiepel. Winnares hier van de 10 kilometer. Mooi podium, even applaudisseren voor Anita Rijmerts, Manon Herbert en Edith Stiepel. Zijn de foto's gemaakt, ik ga er even voor weg. Mooie foto's kunnen we gemaakt van deze drie fantastische. Dan gaan we nu dan maar huldigen. Op een tweede plaats komt te staan Aafke Willemsen, Nieuwheten. Goed gedaan. Ik zeg Vital Center. Dan gaan we naar de winnares overal. Snelste dame van vandaag. Yvonne Meijer, Witharen, wint de McDonald's 10 kilometer. 2 envelopjes voor haar, want ze was zo razendsnel vandaag. Even een foto maken van deze twee kanjes. Aafke Willemsen en Yvonne Meijer. En daarbij ook de snelste man van vanavond. Erwin Akkerman, Erik Driessen, Danny Koppelman. In het midden Danny. Aan deze kant Erik. En aan de andere kant Erwin Akkerman. En die is er ook. Mooi podium. Op een derde plaats uit Meppel, Erwin Akkerman. Goed gedaan. Mooie derde plaats van vanavond. 33 minuten 23 seconden. Op een tweede plaats, Vollenhoven, Erik Driessen. In het midden, persoonlijk record, snelste man van vanavond, Danny Koppelman. Even noemen, 31 minuten 33 seconden, applausen. Goed gedaan hoor. Het zijn de beste drie van vanavond. Erwin Akkerman, Erik Driessen, Danny Koppelman. Een mooie foto van het schitterende drietal bij de McDonald's 10 kilometer. Goed zo, mannen. Techniek. Derde plaats in deze categorie, Igor van Elburg. Op een tweede plaats Sint-Jan Klooster, Arjan Driessen. Eerste plaats Jan Venhuizen, Appingedam. Even glimlachen naar de fotografen, mannen. Mooi foto gemaakt van deze drie geweldige atleten. Igor van Elburg, Arjan Driessen, Jan Venhuizen. Gerrit Voortman. Hij loopt weer ijzersterk, 37 minuten. En dan zegt hij altijd, ik moet niet zo hard lopen, want dan gaan ze weer op mij letten. Ja, dat doen we wel. Rob van der Graaf, de nummer 2 in de wedstrijd. En de winnaar in deze categorie, Harmen de Vries, Balkbrug. Wat een prachtig podium. Even een foto maken van deze drie kanjes. Gerrit Voortman, Rob van der Graaf, Harmen de Vries.